Goedemorgen, ik ben Leo. We zijn hier op Zoeterwoude bij de Heineken en we gaan een vrachtje laden van Amsterdam. Het is een vrachtje fusten wat klaar staat tot de baan die we nu in de vrachtwagen schuiven. Ik moet eerst de banen in de auto ook activeren. Dan bedien ik met mijn voet, bedien ik deze baan en met deze knoppen bedien ik de kettingbanen in de auto. En dan laten we de vracht er zo binnen 3 minuten inlopen. De baan loopt 5 meter per minuut, dus binnen 3 minuten zit hij erin. Nou is die voor in de oplegger. Kijk, we hebben hier dus een aandoksysteem. En die wieltjes die dus vast aan de vrachtwagen zitten, lopen in een goot, zodat die precies recht voor de baan staat en ook op de juiste hoogte staat. Ik heb een kapot lampje op de oplegger, een zijlampje. Dat ga ik even repareren. We staan hier nou lekker droog, dus doen we meteen even. Die dingen hebben zoveel brandpuren, ja, en op een gegeven moment is het op. Het lampje heeft gewoon zijn tijd gehad, hè. Het is ook helemaal zwart, het is op. Ja, ik heb er nog één. En dan straks bij de planning haal ik gelijk weer een nieuwe. Tijdens mijn controle rondje vanmorgen kwam ik hier dus achter. Zo, dat is één. Knaam. Vervang je nog zo voorzichtig je lampen in, zie je nog onder de spetters. Stanley, heb jij van mij een nieuw lampje? Doe er maar 2. Die andere die is ook op zijn. Ja. Die ga ik zelf weg. Ja, dankjewel. We hebben nu geladen op Zoeterwoude. En we gaan nu naar Amsterdam toe. We hebben even een bakje tussendoor gedaan. Ik heb de hoofdschakelaar aangezet en nu ga ik de knoppenkast hier ophangen. Dan moet ik even wachten tot de kettingbanen op druk zijn. Dan laten we de baan naar achter lopen. En achterin zitten er 2 sensoren, waardoor de vracht niet uit de wagen kan lopen. Zo blijft hij staan. En nu wachten we op de heftruckchauffeur. Hij weet dat we er zijn, dus hij zal zo verschijnen. Ja, het mooie van het werk is, door het alles zo gezegd, met kettingbanen erin en eruit gaat, hebben we dus lichamelijk geen zwaar werk. Ja, ik ben elke avond thuis en ik ben gewoon groot op mijn auto. En daarmee heb ik het enorm naar mijn zin zo. Ja, we gaan even de deuren weer dicht doen. We gaan nu terug naar Zoeterwoude. We gaan de emballage gaan we daar weer lossen en dan gaan we de volgende rit weer oppakken. We hebben nu hier in Amsterdam hebben we binnen een half uur hebben we 30 ton gelost en we 5 ton geladen. Nou, dat is nou het mooie aan dit werk. Dat je in principe verhoudingsgewijs heel veel rijwerk hebt en minder lossen en laadwerk verhoudingsgewijs dus. En rijden vind ik het mooiste. Nu moet ik even invoeren dat we gelost hebben. Ik moet de tijd verantwoorden dat we hier geweest zijn. Ik ga dus invoeren dat ik hiermee bezig ben geweest. Moet ik even de bonnummer invoeren en het laden invoeren en dan gaan we weer rijden. De emballage die wij dus geladen hebben in Amsterdam, die moeten we hier op Zoeterwoude weer invoeren in het systeem. En nou is het even wachten op de vrouwbrief voor de volgende rit. Ook vervangen.
Omdat we nu dus lege bierfusten hebben, moeten we die op die baan daar lossen. Als we normaal gesproken al kratjes bij ons hebben, dan worden die op die twee banen gelost. Deze sticker, daar staat een barcode op, zodat de hectorchauffeur weet door welke vracht die moet lossen, wat voor spullen het zijn en ook van wie die zijn. En dan wordt het automatisch komt in het voorraadbeheer van de Heineken terecht. Nou, we hebben de emballage hebben we nu gelost en nu gaan we ook weer emballage laden. Dat zijn gesorteerde kratten, het is gesorteerde flesjes. Dus alle groene Heineken flesjes zitten al hier alleen maar in en alle bruine flesjes die per ongeluk ingekomen zijn, die zijn in die tent hierachter zijn die gesorteerd. En nu gaan we deze vracht opladen en die gaan we naar Den Bosch brengen. Wat je opvalt hier aan deze auto is dat ik die grote spiegels die je normaal hebt, die mis ik. Ja, dat is vervangen door een camera. En mijn beeld wat ik normaal in mijn spiegel zie, dat zie ik hier op mijn scherm. Dat is ook in tweeën gedeeld, zodat ik dus op een gegeven moment het grootste gedeelte zie ik dus de hoofdspiegel als het ware. En daaronder de opleggerspiegel. Het voordeel hiervan is dat het heel veel luchtweerstand scheelt. En je bent er twee grote dode hoeken ben je kwijt. We hebben nu weer gelost en geladen op Zoeterwoude. Ik ga nu naar Den Bosch toe. Ja, ik heb nog even een bakje gepakt. Ja, en het mooie aan dit werk vind ik gewoon dat het lossen en laden helemaal geen zwaar werk is. Het gaat super snel, waardoor we dus ervaringsgewijs veel rijwerk hebben. En dat is mijn hobby. Dus ik zou zeggen, ik ga nu naar Den Bosch toe. Bedankt voor het kijken en tot ziens weer. Dag!